Een vriendinnetje die hield van house, dat begon toen echt net. En dat was echt helemaal niks voor mij. Ik was meer van de R&B, van hip-hop zelfs ook. En ik vond house, ik vond het maar raar. Muziek was altijd wel aanwezig bij ons thuis. De radio stond vaak aan en mijn vader luisterde vooral veel muziek, veel blues. Hij pestte vaak mijn moeder, die wilde uitslapen. En mijn vader die ging dan echt keihard de muziek aanzetten 's ochtends. En dat vonden wij als kinderen natuurlijk fantastisch. Robert Gray Band, Dire Straits. Mijn moeder hield van de Beatles, dus Beatles. En toen ik een jaar of 12 was, denk ik, toen kreeg ik een tweedehands wereldontvanger. Dat was echt zo'n kast van een radio. En die stond bij mij in mijn slaapkamertje. Er stond een draaitafel op en echt zo'n gigantische wereldzender. En dan zat ik avond aan avond zat ik daar aan te draaien en te luisteren. En ik vond het echt fantastisch dat ik gewoon over de hele wereld allerlei muziek kon horen. Maar ook flarden van gesprekken, vreemde talen. Dat vond ik echt heel fascinerend. Toen ik wat ouder werd, wat bewuster naar muziek ging luisteren. Toen hebben mijn ouders dat ook wel een beetje gestimuleerd. Dus we kregen bijvoorbeeld wel muziek voor Sinterklaas, weet je wel. Een LP van UB40 en mijn broertje de LP van Sting, waar ik heel jaloers op was, want ik wilde natuurlijk Sting en niet UB40. Toen ik weer wat ouder werd, toen ben ik echt nog behalve de wereldzender, ben ik naar alternatieve zenders uit Amsterdam gaan luisteren. Je had bijvoorbeeld Radio 100, meen ik me te herinneren. Maar je had ook nog een hele underground zender die disco-muziek en R&B uitzond. En ik ben heel erg die kant op gegroeid toen ik een jaar of 15, 16 was. Dus ik had dan bijvoorbeeld één nummer die ik echt heel goed vond en die werd dan één keer in de zoveel tijd uitgezonden. En daar bleef ik wakker voor. Dan had ik mijn tape recorder in de aanslag en dan ging ik gewoon net zo lang wachten tot hij voorbij kwam, opnemen en weer uit. En wat ik deed was, ik nam op de ene helft nam ik alles op. Met de andere helft ging ik het in chronologische volgorde, of in ieder geval wat voor mij logisch was, ging ik het opnemen. Dus van langzaam naar snel bijvoorbeeld, van rustig naar energiek. Dus toen was ik wel wat bewuster met muziek bezig. Ik hield vooral van Bobby Brown en Guy en Belle Biv DeVoe en wat je nog meer. Big Daddy Kane, Tribe Called Quest, dat soort muziek. Vervolgens kreeg ik een vriendin en die hield heel erg van house. En dat was echt net in de periode dat house ontstond, zo 88, 89 ongeveer. En zij had zoiets van, ja, maar je moet echt luisteren, weet je wel, het is echt toffe muziek. En ga gewoon een keertje met me mee naar de waakzaamheid, want daar zijn toffe feesten. En dat heb ik toen gedaan. Vervolgens kreeg ik van haar een cd van Quasar. En dat ben ik gaan luisteren. En toen ben ik eigenlijk steeds meer van R&B en hip-hop toch ook richting house gegaan. Dat was eigenlijk wel de trigger. Ik heb die cd zo vaak geluisterd en ik vond het eigenlijk op een gegeven moment zo tof dat ik daardoor ook house meer ben gaan waarderen. En ik ging natuurlijk veel meer uit. Ik ging veel meer naar dat soort plekken uit, naar de waakzaamheid. Maar later ook de Roxy en de It. Maar ook Havana en de Richter. En dat was gewoon super tof, want het was nog vrij nieuw en iedereen zat in een soort van wauw, we ontdekken dit met z'n allen. En het was gewoon een fantastische sfeer. Dat was echt te gek. En sowieso kan ik me nog heel goed herinneren dat de Roxy, daar kwam je niet zomaar in. En helemaal niet als provinciaaltje uit Purmerend. Dus dan ging ik met vriendinnen echt urenlang voor de spiegel. En kan dit, zouden we hiermee naar binnen kunnen? Of misschien moeten we iets anders? Uiteindelijk super blij dat we de eerste keer de Roxy in waren. En daarna werd ik vaste klant. Een tijdje kwam ik er eigenlijk achter dat als ik met mijn vriendinnen het over muziek had, dat zij op een andere manier naar de muziek luisterden. Dus bijvoorbeeld, dan was er een DJ en dan hoorde ik dat er gewoon een rare flow in zat of dat het een rare keuze was, het nummer erop, weet je wel, een nummer daarna. En dan zei ik van ja, maar dit klopt niet. En alle mijn vriendinnen zoiets van ja, hoezo, weet je wel, waarom hoor jij dat en hoezo heb jij daar een mening over? Dacht ik van ja, dat heeft iedereen toch, zo luistert iedereen toch naar muziek, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Pas toen ik denk een jaar of 3, 4, 5 aan het uitgaan was,
Toen was ik veel in de IT vooral. En toen was ik heel erg gefascineerd door het licht. Ik vond vooral de lichtjongen, die was een ongelofelijke charmeur daar. En die haalde altijd meisjes in dat hok. En dan mocht ik kijken. En ik vond hem niet zo interessant, maar ik vond wel interessant wat hij deed daar. Dus hij had een heel paneel met al die schuifjes en knopjes. En vaak op een gegeven moment als hij ging plassen, als hij naar de wc ging, dan mocht ik wel eventjes het licht doen. Dus dat vond ik echt te gek. Maar aan de linkerkant van mij stond dan dus Marcello of DJ Jean te draaien. En op een gegeven moment ben ik toch meer die kant op gaan kijken. Weet je wel, van god, wat is hij eigenlijk aan het doen? En ik hoorde natuurlijk al vaak wel de sfeer in de muziek en of het losging of niet. En de platenkeuze begon ik ook echt interessant te vinden. Ja, in die begintijd, toen ik uitging, waren er gewoon echt een paar van die hitjes die me nu natuurlijk nog steeds bijblijven. En dat is bijvoorbeeld Warp 69 met Natural High. En helemaal in het begin was het bijvoorbeeld Yo-Yo Kid Funky van Fast Eddie of Fast Freddy heette die. Toen begon ik me ook veel meer te interesseren van, goh, wat voor muziek is het dan eigenlijk? Wie zijn die mensen? Wat zijn het voor artiesten? En, maar er was echt geen manier om erachter te komen, behalve te gluren bij de DJ. En ik kocht nog niet echt zelf platen of zo, dus dat was niet echt een manier. Maar in die tijd kwamen er echt een soort van cd-series uit, Turn Up The Bass en Natural Elements heette dat volgens mij. En die ben ik gaan kopen. En wat ook echt heel handig was, is dat ik uiteindelijk, doordat ik zoveel uitging, de DJ's ook leren kennen. Dus ik kende overal wel een beetje de mensen die ertoe deden. En ik kreeg dus gewoon tapejes. Dus kreeg ik van DJ Jean, kreeg ik voor mijn verjaardag een tapeje. En Miss Monica, die was al niet eens begonnen met draaien. Of die begon net in de IT, kwam ik haar al tegen. Net toen ik begon te draaien, ik ben dus echt begonnen met houseplaatjes draaien. Ben ik in de matzo verzeild geraakt. En daar kwam ik echt in aanraking met techno. En ik vond het eigenlijk een soort thuiskomgevoel. Want daar waren mensen die gewoon echt volledig voor de muziek gingen en helemaal niet bezig waren met uiterlijk of status of wat dan ook. Die wilden gewoon feesten. En het was rauwe, monotone muziek, maar wel echt heel tof. Met gevoel ook, vond ik. En zo ben ik langzaam van house naar techno gegroeid. Hoewel ik altijd ook house leuk ben blijven vinden. Ja, en mede door bijvoorbeeld Jeroen en Steve, die nog in Outland werkten. Wij waren altijd met z'n drieën, dus er waren nieuwe platen. En dan gingen we die met z'n drieën luisteren, analyseren en zo beïnvloeden elkaar. En op een gegeven moment merkte ik dat ik vooral de muziek van Robert Hood en Jeff Mills, maar ook Sinewave, dat ik dat echt heel tof vond. Dus zeg maar wel techno met een soort swing erin. Overal waar soul en funk en een bepaald minimalisme in zat, vond ik aantrekkelijk. Dus zowel in de drum en bass als in de techno als in de house was dat. En als ik nu terugkijk, gewoon nu ik gegroeid ben, zeg maar, als meer professioneel iemand die met muziek bezig is, is hetgene wat me zou aanspreken in de techno, is vooral de rust. Ik hou niet van white noise, van scheurende gitaren. Ik heb ook nooit van rock gehouden, dus dat klopt eigenlijk. Weet je, ik heb altijd van disco en R&B gehouden. En dat hoorde ik meer terug in house en techno dan bijvoorbeeld rockmuziek. Ik vind het heel lastig om uit te leggen wat het precies is wat mij aanspreekt in techno. Het is gewoon eigenlijk gewoon meer een gevoel, denk ik, dan iets wat ik kan omschrijven. Mensen zeggen vaak van ja, maar als jij techno draait, dan zit er gevoel in en dan zit er een bepaalde swing in. Ja, dat klopt. Dat vind ik prettig. Het is het soort techno wat ik fijn vind. Het is gewoon iets wat mij op een lager niveau of op onbewust niveau raakt. Maar wat dat dan precies is echt heel lastig. Het is iets waar je heel lang over kan blijven praten met andere DJ's. En het zijn vaak nuanceverschillen, weet je wel. Dus de muziek vertelt het, denk ik. Hoewel ik nu professioneel met muziek bezig ben ik er gelukkig ook recent weer achter gekomen dat muziek nog steeds voor mij ook troost is. En ontspanning en een uitlaatklep. En eigenlijk gewoon het belangrijkste in mijn leven nog steeds tegelijkertijd met mijn man en mijn hondje. Dus ik ben blij dat dat nog steeds zo is.